Het instituut voor de opleiding van leraren IOL wordt getransformeerd tot de academische lerarenopleiding. In het kader hiervan heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vanmorgen een informatiedag gehouden over het pre-bachelor programma van de academische lerarenopleiding. Studenten die zich willen inschrijven op de lerarenopleiding moeten eerst een basisprogramma, het pre-bachelor, volgen. Het nieuwe schooljaar of het nieuwe collegejaar begint op 1 november 2019. De pre-bachelor commissie onder leiding van Renate de Bies heeft een presentatie gehouden over de opleiding, waarna er vragen konden worden gesteld. De opleidingen die zullen worden verzorgd zijn Engels, Spaans, Nederlands, Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Economie, Wiskunde, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Beeldende vorming, lichamelijke opvoeding en pedagogiek.